Goedemorgen iedereen. Het is weer heel druk geweest bij Victor. We zijn naar de opleiding Train de Trainer geweest rond de software LB365, die je meest gebruikt om zich verder te ontwikkelen. Andreas en Eddy zijn ook langs geweest in de gemeente Liedekerke voor masterplanning. Een sterk gekaderd in een UBC-verhaal. In hoeverre verschilt dat van een private boekhouding? En welk stuk kunnen ze tekort om eigenlijk met private boekhoudpakketten aan de slag te gaan? Deze week was er ook een webinar met Louis en Louis Massager. Ze gaven meer uitleg en beantwoorden vragen rond het CAR. De sessie was volledig volzet, maar in november is er opnieuw een sessie. Daarvoor kan je inschrijven via de website van Victor. We zitten met zo'n 41 groepen van scholen of LOP's in 2019. We zitten met meer dan 500 scholen die intussen het aanmeldingssysteem gebruiken. En al meer dan 25.000 aanmeldingen per schooljaar die langs het systeem passeren. Dus dat kan toch al tellen. Wie ging naar de kennissenkring in regio Westhoek? Vandaag waren we opnieuw te gast in het streekhuis in de Westhoek, waar we met een groep van DPO's uit de regio samen hebben gezeten rond een aantal issues die zich in regio Westhoek voordoen, zoals een doorgifte van persoonsgegevens die niet altijd op een legale manier verloopt. De DPO's moeten daar natuurlijk een antwoord op bieden vanuit het gemeentebeleid. Er was ook een kenniskring in Zuidwest-Limburg rond scripting. Dus Victor, dat zijn bedrijven, of die Victor, dat zal wel zo gezin zijn, denk ik. Oh, dat was het voor deze week. Tot volgende week en bedankt voor het kijken.